Is dat deze? Ja. Popcorn. Hello, good morning, happy Friday. Nou, happy. Viola heeft een probleempje. Ze heeft gisteren heel hard gescrubbeld op haar oog. Het is een beetje rood. Ja. Het valt mee op de camera, schat. Op de camera valt mee, maar niet echt. Tak, doe. Hello, goedemorgen. Take 3. Hallo. Goedemorgen. Take 4. Hallo. Geen hallo of wel hallo? Tag 5. Hallo, goedemorgen. Tag 6. Hello, good morning. Mama. Happy Friday. Hey. Het is vrijdag vandaag. En... Ik was een beetje laat wakker. Ja, we waren allemaal een beetje laat wakker. Dus ik ga snel nu Viola de haar doen. En Viola snel naar school brengen. Ja, la la la, la la la. Wij zijn onderweg naar de garbage bite alweer. Maar nu gaan we de plinten ophalen, het allerlaatste gedeelte. Dus hopelijk ook de allerlaatste keer dat we daar zijn. En dan gaan we nog even langs de Hornbach, want daar hebben we een raamding, Velux raamding besteld. Dus die moeten we ophalen. Een verduisterend rolgordijn. Een verduisterend rolgordijn. Dat is heel fijn voor de bebekamer. Bebe. Want alle andere kamers die hebben het al en die nog niet. Wel eentje die het niet meer doet. Dus... Eentje van het vorige raam. Dus ja. Niet helemaal goed aansluit. Ook wel belangrijk voor de babykamer. Ja. En een mooie kleur, grijs. Dus ja, fijn. En dan gaan we weer snel terug racen. Want Viola die moet zo in de turnen. Daar is Viola. Hallo, kuikentje liefie. Hallo. Hallo. We zijn bij de Hornbach. Oh. Jippie, ja, ja, jippie, jippie, jee. Heel ver weg. Heel ver weg. Hop, hop. Het is helemaal in Duitsland. Het klinkt wel een beetje Duits. Hornbach, ja. Hey, hoezo zeg je dat in Duitsland dan? Klinkt dat wel een beetje Duits voor jou? Hornbach. Moesten we nog ergens naar kijken? Ik zei voor eerst in de opstelling. Oh, ja, dat is wel slim, want ja. Denk ze, dat is Duits. Ja, Hornbach. Baga. Bach. Ik wil het er niet over hebben, over Duitse dingen. Hoezo niet? Omdat ik dan gewoon te rot vind dat we niet de winstpoort gaan. Dat is niet in Duitsland, dat is in Oostenrijk. Ja, maar dan als ik Duits hoor, denk ik toch aan Oostenrijk. Oh, wat een kattig kerstmannetje. Heeft Frozen nou een nieuwe film dit jaar of niet? Weet ik niet. Die is nog steeds niet uitgekomen. Oh, is die nog steeds niet uitgekomen? Nee, ze willen hem zeker doen. Ja. Ik heb net van een vol gehoord. Ik heb veel van straks. Heel Frozen film. Oh my god. In het voorprogramma. Ja. Bart wil heel graag een kerstman voor in huis. Nou, bij deze leuk. Bart. Ho, 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 ho. Ja, ik vind het leuk. Oké, we staan nu bij Turne en ik ga Viola ophalen. En die weet nog van niks. Dus film. Het is een verrassing voor haar. Ik baal wel een beetje dat we nu moeten eten bij de Burger King. Ja. Of misschien hebben ze wel iets vega. Nee, hebben ze niet. Dat heb ik al eerder geprobeerd. Nou, dan gaan we de klacht indienen en dan eet je maar één keer gewoon alleen een patatje. Ja, dag, kan ik echt niet op leven. Nou, goed. In ieder geval, dat voor straks. Ik ga nu eerst Viola verrassen. En dat komt als we straks in de auto zitten. En dan is popcorn. Ja, jij met je popcorn, dat jij daarop kan leven. Wat? Zo irritant, hè? Wie kan er nou popcorn leven? Even serieus, dat kan je toch niet als avondeten zien? En zeker niet met een kind. Hallo?
Het is niet anders. Ze hebben hier geen vega. Geniet er maar van. Lekker? Weet je wat het is? Wat staat daar boven, Jola? Wat staat daar? Wat staat er onder Pathé? IMAX. IMAX? Ben je ooit wel eens in de IMAX film geweest? Nee. Nee? Zou jij een film in de IMAX willen zien? Wat is de IMAX dan? Dat is een extra grote, de allergrootste. Nee, is dat deze? Ja. En welke film wil je dan zien in de IMAX? Coco. Wil je erheen? Ja. Nu? Nu? Gaan we erheen. Wow. In de IMAX. Oké, extra groot scherm. We komen eraan. We komen eraan. Oh, zo zonde hoe snel ik dat heb gegeten. Ja, ik ga helpen. Bart moet ook nog helpen. Ja. Pop, pop. Popcorn. Jola. En Jola, hoe vond je naam? Heel. Stom. Heel. Leuk. Ja. Zo, hij was echt super mooi. Hij zag er zo mooi uit, hè? Heel mooie kleuren. Heel andere kleuren dan andere animatiefilms. Ja. En een heel mooi verhaal. Dit is wel de. Ja. Denk wel een van de mooiste animatiefilms die ik ooit gezien heb. Ja? Ja. Ik had zelfs een brok in mijn keel op een gegeven moment. Traantjes. Ik ook. Ja, maar ja, bij mij is het logisch. En dat is voor mijn doen, is dat heel wat. Vond jij het ook? Had jij dat ook, Jola? Wat? Traantjes. Nee, nee. Jola die zat de hele tijd op het puntje van haar stoel. Ja, ja, die zat echt helemaal zo. Helemaal zo zat ze de hele tijd. Dus dit is echt, echt een aanrader voor de kerstvakantie. Voor jong en oud. Ja. Ja, maar weet je, morgen gaan we de kerstboom opzetten. Ja, morgen gaan we de kerstboom opzetten. Woehoe! Hey Jultje. Hey Kuikentje. Hey lief Kuikentje, kom je mee? We zijn weer thuis. Nou, laat ik die hele erge ongezondheid een beetje proberen tegen te gaan. Door middel van een avocado broccoli spinach smoothie en een zwangerschapsvitaminepil. Ach ja, beter iets dan iets. En een theetje. Bah, smaakt gewoon naar komkommer. Proeft naar komkommer. De smaak is echt goed. Je herstelde het goede met het slechte. Het is ook gewoon te laat nu weer om te gaan lopen vloggen. Mm-hmm. Nou, zit je ook te vloggen? Bart. Ja, zo laat is het. Ik zat vandaag de hele dag na te denken. Gaan we vlogmas doen, ja of nee? En natuurlijk doen we dat, want we vloggen eigenlijk sowieso al bijna elke dag. Maar gaan we ook sneller uploaden? Want misschien weten sommigen van jullie wel dat wanneer ik dus opneem, dat het dan pas een week later online komt. Maar met vlogmas is het natuurlijk de bedoeling dat het veel actueler is. Of in ieder geval veel leuker, omdat je dan met kerst wat gelijker opgaat. Nou, dat het wat gelijker opgaat, dat gaan we dan ook proberen. Maar dat gebeurt dan voor jullie vanaf komende zondag. Dus, hoe ik dat allemaal ga doen, moet ik nog even uitdenken. Dus tijden enzovoorts en hoe dat dan precies zit met uploaden. I don't know. Het enige wat ik kan zeggen is, zondag begint het. Dus kijk zondag lekker naar de vlog. En dan gaat het allemaal lekker in de kerststijl. En ja, dat dus. En de rest kun je dus vinden in de community
pagina op mijn kanaal. Want daar vertel ik allerlei info die later pas in me opkomt en die ik nu nog niet weet. Yes! Thanks voor het kijken voor vandaag. Tot zondag. Cheers. Salut. Oh ja, en vergeet zeker niet te abonneren als je dat nog niet bent. En ook even op het belletje drukken voor de notificaties. Want als de uploadtijd dan verandert, dan ben je daar in ieder geval van op de hoogte. Ciao!